Hey, leuk dat je weer luistert. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Ik moest denken aan een verhaal een paar jaar geleden. Of ik denk dat het al ruim 20 jaar geleden is. Dat ik met een personeelsuitje naar zo'n klimbosachtig ding ging. Dat je over allerlei touwen moest lopen. En van paal naar paal. Dat was bij de IKEA in Haarlem. Dat bestaat nu niet meer. En ik vond het spannend. Iedereen ging, we stonden allemaal op die starttoren en één voor één moest je dan daar beginnen om over een touw, over een wipje te lopen naar de eerstvolgende paal. En ik durfde niet. En andere collega's gingen en er stond een hele leuke jongen daar van dat park om je te helpen met die eerste stap. Maar op een gegeven moment was ik de laatste op die toren. Er waren nog wel meer die niet durfden, maar die waren al naar het terrasje afgezakt. En ik stond daar en ik dacht, ik wil wel, maar ik durf niet. Terwijl, je bent gewoon veilig, hè? Je bent gezekerd met zo'n kabel, of hoe noem je dat? Je moet zo'n klikding aan een bovenkabel doen. Dus wat kan je gebeuren? Maar ik vond het zo eng. En die jongen keek me in mijn ogen. En ik dacht op een gegeven moment, fuck it, ik ga het gewoon doen. En ik zette die eerste stappen en ik hield mijn touwtje vast aan die bovenreling. En ik liep zo door naar de volgende boom. En oh, het was zo eng. Ik omhelste zeg maar de volgende paal. En toen moest ik er nog 9 of zo. En elk stukje was wel weer moeilijk om te doen. En elke keer als ik weer zo'n paal omhelste, dacht ik, oh, dit heb ik ook weer gedaan. Achteraf gaf het een enorme kick. En weet je waarom ik je dit verhaal nu vertel? Aan het begin van deze podcast. Ik wil het hebben over verhalen vertellen. Heb je ook verhalen in je leven dat je iets heel eng vond en het toch ging doen? En bedenk eens op welke leeftijd dat was. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens bij mijn eerste baan. Ik was nog aan het studeren en ik zag in een tijdschrift Ik studeerde Italiaans en ik zag in een tijdschrift een foto van een hele statige Italiaanse man. Die had een bedrijf in Hoofddorp. Ik woonde in Leiden. Ik had nog helemaal niks met Hoofddorp. Nu woon ik er. Maar goed, ik zag dan interview met die man, meneer Santisi. En die had zo'n importeurbedrijf. En ik zei tegen mijn huisgenoten, voor hem wil ik werken. En toen ben ik gewoon een brief gaan sturen. Mails hadden ze toen nog niet. Het was mijn allereerste baan, dus we hebben het over 1996 of zo, heel lang geleden. Maar ik ben wel uitgenodigd en ik ben daar gaan werken. En ik was altijd een beetje bang voor die man als die me op gesprek vroeg in zijn kamer. Hij had een hele mooie zwarte tafel met een ingebouwde wijnkoeler. Hij was ook importeur van wijn. En dan zei hij met zijn Italiaanse accent, volgens mij ben jij een beetje bang voor mij. En daar had hij ook nog wel gelijk in ook. Ik was gewoon een beetje verlegen en sociaal nog niet zo handig. Maar zo heb ik dus allerlei verhalen door mijn hele leven. Ze zijn niet mega groot of zo. Maar als je ze vertelt aan anderen, dan vinden andere mensen daar weer herkenning in. Bijvoorbeeld dat verhaal van die klimpalen. Van, oh ja, ik heb ook wel eens wat engs gedaan. Ik heb ook wel eens met collega's moeten abseilen. Dan sta je in de Ardennen en dan moet je je aan zo'n touw achterover omlaag laten vallen. En op een gegeven moment kan je dan met je voeten en schoenen tegen de steile helling jezelf afzetten. Maar dat eerste moment van achterover gaan, dat was best eng. Maar je komt er doorheen. En als je dit soort verhalen nou eens aan jouw kind vertelt. Jouw kind wat bang is ergens voor. Wat geen eerste stap durft te zetten. Op dat klimpark moest ik echt letterlijk een eerste stap op die kabel zetten. En dan maar doorgaan. En die eerste stap is vaak het allermoeilijkst. En wat bange mensen doen, is dat ze in de vermijding gaan. Van nou, dat durf ik niet. Ik ga wel niet meer vliegen. Ik heb ook een paar jaar niet gevlogen, want ik dacht, ja, dat durf ik niet. Ik ga wel met de auto. Ik verzin wel ander soort vakanties. Maar doordat je het niet meer doet, wordt het nog een sterker verhaal in je hoofd. Van ja, dat is dus iets wat ik niet doe. Ik heb ook wel kinderen begeleid of die moeilijk alleen slapen. Of die bang zijn voor spinnen. Of die, er zijn allerlei dingen waar je bang voor kan zijn. En toetsen en examens, falen hoort daar dan ook bij. Maar eigenlijk falen we allemaal vanaf het moment dat je
heb leren lopen, heb je al leren falen. En daarvoor waarschijnlijk ook al, want je eerste luier poepte je al onder, want je kon het allemaal nog niet ophouden. Zindelijk worden was een proces, leren lopen was een proces. Dus kinderen moeten ook horen, het is heel normaal dat iets niet lukt. Iets moet eerst mislukken voordat het lukt. Eerst durf je iets niet en dan durf je het wel. En de kick is des te groter als je het wel durft. En nu hebben we het over faalangst. Maar ik vertel bijvoorbeeld ook altijd in mijn praktijk een verhaal over een jongen. Die zat in 4 VWO en die was helemaal niet gemotiveerd, haalde slechte cijfers. En na 3 of 4 lessen van de training Ik leer leren, zei hij tegen me, het gaat een stuk beter. Ik doe nu elke dag iets, ik begin op tijd, mijn cijfers zijn omhoog gegaan. En ik vroeg hem, wat maakte nou dat je nu opeens aan het werk gaat? En toen zei hij, u zei me in het begin, er bestaat geen pil voor motivatie. Je moet gewoon beginnen, je moet het gewoon doen. En dat vond ik zo mooi toen hij dat zei. En dit verhaal vertel ik altijd aan andere pubers in mijn praktijk die last hebben van motivatie, want als ik gewoon rechtstreeks zeg, er bestaat geen motivatieknop, je moet het gewoon doen, helpt het ook wel. Maar als ik het in een verhaal verpak, wat echt gebeurd is, maar dat hoeft niet eens, maar in dit geval is het echt gebeurd, van er was eens hier een jongen en die hoorde mij zeggen, er bestaat geen knop voor motivatie, je moet gewoon beginnen. Als je het zo verpakt en dan weer je verhaal verder vertelt, dat is heel grappig, maar de ander, degene die naar je luistert, die heeft dan helemaal niet door dat hij beïnvloed wordt door jou. Dus je kan allerlei lessen die je aan je kind wil leren, bijvoorbeeld, je kan het, of het gaat jou heus wel lukken, die kan je verpakken in een verhaal van bijvoorbeeld iets wat je zelf hebt meegemaakt. Van, ja, en op een gegeven moment zei die docent tegen mij, het gaat jou wel lukken. En dan is het je eigen verhaal, maar doordat je dan naar je kind kijkt en dat verhaal vertelt, is dat de boodschap die op onbewust niveau bij je kind binnenkomt. Dus mijn tip voor jou is, ga veel meer verhalen herinneren. Vaak als je een bepaald verhaal herinnert, komt er nog een verhaal en nog een verhaal. Dus ga eens bedenken in je leven wat voor angsten je hebt overwonnen, hoe je met motivatieproblemen omging, met andere problemen. En toen waren we op vakantie en toen namen we de verkeerde afslag. Toen was ik zo boos op mezelf en daarna dacht ik, nou ja, dan gaan we gewoon van deze omgeving genieten. Of dan rijden we straks weer een stukje terug, allemaal prima. En door het in een verhaal te verpakken, komt het heel indirect binnen bij het kind, bij jouw kind. En of bij mij is dat dan in mijn praktijk, bij degene die tegenover me zit. En zo kan je je boodschap heel makkelijk overbrengen. En wat vaak gebeurt tussen ouders en kinderen, is dat ouders, zeker ik heb, nou ja, laatst sprak ik weer heel wat moeders die met hele verhalen hun kind overwhelmen, eigenlijk met tips. En je moet meer dit doen en je moet meer dat doen en je moet echt dit schooljaar anders gaan doen dan vorig schooljaar, want anders je bent dan zo in een preekmodus, daar luistert niemand naar. Dan gaat je kind uittunen, die is daar helemaal niet mee bezig. Hè, mijn man heeft ook al jarenlang heel veel preekt naar de kinderen. Als die het ergens niet mee eens was, een reactie van ze. En dan ging die heel uitgebreid vertellen wat ze allemaal niet goed deden en hoe dit wel moet. En als ze dan aan het einde, dan vroeg die, begrepen, snappen jullie het? Als ze dan nee zeiden, begon die weer opnieuw. Dus wij deden nooit aan straffen belonen, maar dit was wel echt een straf voor ze om daarnaar te luisteren. En soms helpt het gewoon meer om in plaats van een preek een verhaal te vertellen. Wat me laatst overkomen is op mijn werk. En toen had ik iets verkeerd gedaan. En mijn baas was helemaal boos op me. En toen heb ik besloten van, weet je wat, ik ga niet meteen reageren. Ik ga even een blokje om. En toen kwam ik terug. En mijn boze bui was gezakt. En ik heb hem gewoon heel rustig verteld hoe het wel zat. En toen gaven we elkaar een hand. En het was weer helemaal goed. Ik verzin dit ter plekke. Maar er zijn zoveel echte verhalen waar je uit kan putten. Niet eens alleen je eigen leven, maar misschien het leven van jouw ouders, het gezin waar je vroeger woonde. Hè, ik heb ook vaak het verhaal verteld over dat ik bij mijn eindexamen wiskunde mijn kamer niet uitkwam. Ik had de deur op slot gedaan en ik zei tegen mijn ouders, ik ga niet, ik kan het niet. Ik had echt een paniekaanval.
Heb ik al eerder in deze podcast verteld. Maar dat verhaal is ook fijn voor meiden, zijn vaak meiden, met faalangst om te horen. Want het verhaal eindigt wel positief. Want op een gegeven moment had school gebeld, als ze niet komt, krijgt ze een onvoldoende. En toen heb ik toch een knop in mezelf omgezet van, dan ga ik maar wel, want anders heb ik een onvoldoende. Dus ook een paniekaanval is te overleven door weer gewoon met je beide benen op de grond te gaan staan van, oké, het moet nou eenmaal. En zo'n zinnetje kan je er dan ook nog even tussen fietsen in je verhaal van, oké, het moet nou eenmaal of ik ga ervoor. Dus dat was mijn boodschap voor vandaag. Welke verhalen kun jij delen met je kind, zodat jouw kind meer zelfvertrouwen krijgt, meer ontspannen is, beter omgaat met irritaties, met boosheid. En bedenk maar eens waar dit vandaan komt, dat ik dit nu met jou deel, waarom verhalen nou helpen. Dit is iets wat de mensheid al eeuwenlang doet. Ik weet niet hoe lang de mensheid al leeft, maar vroeger, toen er geen boeken en computers, weet ik veel wat waren, werd alles met verhalen overgeleverd aan, ja, van het stamhoofd naar de stam en naar de volgende generaties. Ook in de middeleeuwen, de troubadours vertelden verhalen. De hele Bijbel en alle andere religieuze boeken. Het zijn allemaal verhalen met een boodschap, sprookjes ook. Dus dat zijn we een beetje verleerd, wij moderne mensen. Maar het is echt leuk om te doen. En het hoeft geen verhaal van een uur te zijn. Gewoon van die kleine dingetjes zoals ik aan het begin van deze podcast vertelde. Nou, dat was het voor vandaag. Ik wens je veel plezier met het ophalen van oude herinneringen. En als je hier vragen over hebt van hoe je dat het beste aan kan pakken, mail me eens zo'n verhaaltje. En dan help ik je van, oh ja, zo kan je er nog een boodschap voor je kind in plakken ook. Dat komt uit de NLP en ook wel uit de hypnose. Dat noemen ze daar metaforen. Dus het is echt leuk om daar beter in te worden. Veel succes daarmee en tot de volgende keer.